mijn schatje met mij een uitstap doen. Ik weet niet waarheen. Het was vannacht al donder en bliksem. Maar nu hebben we de prachtige zon mee. Dus mijn schatje gaat direct zeggen waar we heen gaan. Zo, schat. Vandaag brengen we een rondleiding in de stadions van Club Brugge. Joepie. Mm. Wat is dat voetbal? Nee, voor degenen die absoluut niet voetbal-minded zijn, dat is gewoon een bal pakken en met de voet in stap. Dat is voetbal. En dat spelen we op de speelplaats ook. Nee, een bal pakken, zo ver mogelijk omhoog, erachter lopen en weer pakken en weer wegstampen. En het leukste was natuurlijk als fansen van de directeur op de stap. Snap je? Ja, dat kan ik hebben. Dat is normaal dat ze met de bal spelen. Voilà. En dat is ook met de voeten. Nee, als ze maar kunnen stampen er tegen. Goed. Dus de voetbal bestaat daar heel lang. Maar dat was een beetje ruw. Zo'n beetje alles was toegelaten. Maar ik heb ook ooit gelaten en alles was toegelaten. En toen vonden ze eigenlijk ook, rond 48 al, eigenlijk zouden wij voor onze studenten, op middelbaar onderwijs, sporten net een beetje zachter. Niet zo ruw. Er zijn reglementjes opgesteld. Totdat op een bepaald moment die man daar, die man daar, Albert Isering, met een paar vrienden gezegd heeft, dat kan niet meer zijn. Wij moeten een eigen plein hebben. Zoals wij hier nu ook. Daaruit en dan kunnen de supporters de spelers zien. Meer moeten ze niet hebben. De spelers nog een keer zien, die zijn allemaal bij. Nee? En na de match komen ze weer naar hier. Weer massaal. Hier, omdat op dit podium Leo van der Haast een aantal spelers interviewt. Nee? Ook voor de match doet hij dat met een aantal oudspelers. Ik herinner me een paar maanden geleden is Victor Vasquez terug geweest. Nee? Werd dan dat podium ondervraagd aan. Er waren nog meer volk dan anders, omdat Victor hier een beetje een god was. Hè? Nee? Weet je wat hij nu zit? China. In Qatar. Ah, in Qatar, ja. Hij is nu serieus aan het verdienen. Nee? Veel meer dan wat hij hier kan verdienen natuurlijk. Goed, daarom de supportersplein. Waarom blijf ik hier nog staan? Om eens te wijzen op dit stadion. Het stadion wordt onderverdeeld in de windstreken. Nee? Dit is de westkant, westtribune. Dit is de noord, de oost en de zuid. Nee? En die westkant is de belangrijkste kant. Want daar zit de eretribune, daar zitten de VIP's enzovoort. Ja? Maar die westkant is ook belangrijk, omdat de enige kant is die duidelijk opgedeeld is, Club Cercle. En daar is daar de logetoren. Langs deze kant van de logetoren is het club. Dat zie je blauw zwart. Mocht je langs de andere kant gaan, en je kunt dan nog de fanshop zien staan, dus het shoppetje van Cercle, dat is groen zwart. Nee? Is nog een anekdote. Blauw-zwart. Vroeger was dat niet zo. Hè. Dat was gewoon betonkleur. Maar op een bepaald moment had die, dat beton wel een opfrissingsbeurtje nodig. En toen dachten wij, waarom dat niet in blauw en zwart? Schil is toch leuk? Maar dat was niet naar de zin van Cercle. Ja, want hun supporters gaan ook hier naar binnen. En je moest er op dat blauw gaan kijken. En zijn gaan reclameren met het stadbestuur. En de burgemeester zei, ja mensen van Club, je had het toch wel kunnen vragen. Wij hebben het gevraagd. Ik moet eerlijk zijn, we hebben het wel eerst geschilderd. En dat was niet zo goed. En we hebben nog onze goede wil laten zien. En we hebben gezegd, kijk, geen probleem. Wij willen helpen. Wij hebben nog wel wat verf over. Alleen, het zwart is op. Het zwart is op. Maar de rest kan je krijgen. Ja, kijk. Dus het rest kan je krijgen. Maar ze hebben dat niet gewild. Dus ik weet niet waarom. Maar
Denk daarover. Hier achter mij, ziet je, en gaat dat van boven nog veel beter zien, hebben we de oefenvelden. En onder andere het gebouwtje daar, daar bijna een kapelletje, dat is het gebouwtje van de jeugd. Daar zitten de jeugdtrainers, boven vooral, en beneden de family bar. Daar komen de mensen, de families van de spelers, de kinderen van de spelers, voor de match even naartoe. Na de match gaan ze daar binnen in de spelers home, dat is iets anders. En dan gaan we nu naar hinder en dan zien we al twee figuren opduiken. We gaan een beetje dichter, dat ze nog beter kunnen zien. Zullen die mensen hier afkomen? Symbool van Jan Breidel, waar we hier samen spelen. En je kent ze waarschijnlijk, hè? Hier naar rechts, 49er Raoul Lambert. Met de bijnaam? De Lotte. De Lotte. Raoul Lambert. Het icoon van Club Brugge. Een speler van de eeuw door Club Brugge verkozen. En daarnaast staat AWB. Wie is dat? Jules Verist. En Jules Verist is de evenknie van Roland Berg, wat wij zeggen. En die hebben elkaar heel veel ontmoet pas op die auto zou wel passeren. Willen we eentjes aan de kant gaan? Ja. En die hebben elkaar heel veel ontmoet hoor, in de match. Want Raoul was de voorspeler en Jules was de laatste man. Dus ze moeten elkaar heel helemaal tegen. Maar ze hebben nooit een akkefietje gehad. Nooit. Ze zijn nog altijd dikke vrienden. Alle twee ergens in de 72, 73, alle twee. En zien elkaar heel helemaal, vieren een verjaardag samen. Echt, dikke vrienden. Enorm, enorm. Maar Jules ook hoor. Kwam Jules een keer tegen en ik zei, ah, en Raoul, die had dat goed gekend. Dat is mijn broer, zegt hij. Dat is mijn broer. En zo moet het eigenlijk zijn. Maar zo is het niet altijd. Hoor. Kom, nee. Ja. Je ziet dat ze hier aan het werken zijn nog altijd. De pelouse is nog niet zo lang geleden ingezaaid. En hier hebben ze ook hun werk gedaan natuurlijk. Dit wordt hier een kunstgrasmat. Dit is kunstgras. En die korreltjes daartussen, dat is gewoon om het kunstgras te verstevigen. Dat is geen gras natuurlijk. Dat is wat te verstevigen. Dat zijn zo'n hokjes zoals je daar ziet staan, zijn dat de bovenste werkjes, dat zijn grote. En daar staan dan de zetels die we ervan voorbij gelopen zijn. Ik wil hier toch wel iets vertellen, alhoewel we niet comfortabel staan. Dat gaan we daar kunnen binnenkomen, want het is te moeilijk om daar binnen te gaan. Ja. Ja. Ah, het is er nog vol. Ja. Dat zijn de kindjes. Niet op het eigenlijke veld komen. Hier mag dat wel, maar minder niet. Goed, kijk eens, wat ik hier wil vertellen, dat is waarom we naar hier gekomen zijn. Want we zijn vertrokken bij ons eerste stadion, weet je nog, het Rattenplein. En dan zijn we naar de Klokken getrokken. Later het Disseringstadion, dat we een cadeau gekregen hebben van Albert Disserink. En dan zijn we naar hier gekomen, 1974, 1975, eerste match 1975. Waarom zijn we naar hier gekomen? Wel, dat heeft alles te maken met de drang om wereldkampioen te worden. Wij waren de enige kampioen geworden in 1920. Goed luisteren, 1920, dankzij de oorlog. Indien er geen oorlog was geweest, waren we misschien nog niet eens kampioen. En hoe komt dat? Dat tijdens de oorlog met de nieuwe voetbal. 1718, de Eerste Wereldoorlog, nieuwe voetbal. En wat moesten onze spelers doen? Wat alle jonge mannen moesten doen van die tijd, dat was soldaat gaan zijn, massaal, door de stok om neergelopen. En ze waren soldaat
in Vrijbouten, achter de IJzer. Daarvoor was bezetbouten, de Duitsers zaten er. En achter die IJzer zaten ook de Engelsen, die ons kwamen verdedigen. Je hebt het allemaal gezien op de beelden. Er zijn heel veel Engelsen die nu de laatste jaren naar buiten zijn gekomen om de slagvelden te gaan bekijken. Dat heeft alles daarmee te maken, van voor alles die verschuldigd zijn. Dus met die Engelsen daarachter hebben ze samen kunnen trainen waar die elke dag werd gesloten. En die elk moment van de dag werd gesloten. En dan konden ze voetballen. En de Engelsen waren, dat is zo, die konden voetballen. En waren hard. Hebben ze kunnen trainen. Samen aan de voetbalploeg. De voetbalploeg onder leiding van een paar Bruggelingen. Die masters gingen spelen in Engeland, in Frankrijk, zelfs in Italië. Om een beetje centjes te gaan verdienen. De voordelen van de families van de sneuvelde soldaten. En na de oorlog waren wij de enige ploeg in België met zoveel spelers die echt goed getraind waren. En zo konden wij kampioen worden. Het was een grote rivaal van toen, de ploeg uit Brussel, het was niet Anderlecht, de Union Saint-Gilloise. De Union Saint-Gilloise houdt in de derde meeste titels, na Anderlecht en wij. Goed, ja, maar dan was het gedaan. Meer dan 50 jaar gingen zij geen titel meer. Meer dan 50 jaar. Ondertussen had zeg wel 3 titels. 3 titels. 1930 was dat de laatste. Daar is er nooit meer van gekomen. En wij moesten nog beginnen. We hadden nog maar 1. En toen dachten de voorzitters van die tijd, van meneer de Klerk, we moeten daar iets aan doen. En wat kun je eraan doen? Dat is je ploeg gevoelig versterken. Betere spelers dan aan. Al onze spelers in die tijd komen allemaal uit de regio van Vlaanderen. Niet verder. Roeselare, Rondse, Adam. En toen zijn ze spelers gaan zoeken, verder weg, Limburg, Nederland, denk aan de Howard, Zweden. En moet je gekend hebben, Axelsson, Turesson. Hé, Adrien. Oostenrijk, Edi Krieger. Edi Krieger. En het lukt. In 1973 worden we eindelijk voor de tweede keer kampioen. Eindelijk, onder trainer Leo Canjos. Ja, goed. Hier gaan we het daarbij laten. Daarboven mocht je het proberen te winnen. Dat is de officiële tribune, heet dat dan. En die witte plakkaat op de steen, dat zijn namen van. En dat mensen van bestuur of van de eerste die daar zitten. En mensen die daar ook achter zitten, dat is het KAV. Daar de hoeken. Om mee te maken. Hi. Ja. Even aan deze ruimte. Dit is de belangrijkste van de restaurantzalen. Er zijn 156 rugzakken. Tweeënhalf voor de match naar hier mogen komen en dan aan die verhoogde tafels kunnen we beginnen aan een aperitief. Een hele rijke aperitief. Hele rijke. Ik heb dat enige mogen meemaken, het is verbluffend. Het enige waar je moet voor opletten, dat je straks nog de match kunt zien. Ja, zo rijk is dat. En daarna wordt je uitgenodigd om mee te gaan naar de eetzaal. Nadien, een uur voor de match of zo, komen weer andere mensen ook naar boven die een plaats in de seats daar innemen. Gaan we straks iets over prijzen zeggen. En wanneer alles afgelopen is, na de match, kan men weer naar hier komen en dan wordt dat een bar. Dan kan men hier wel wat komen drinken. Hier hebben we een mooi uitzicht op de oefenvelden. Je ziet van hier dat er 9 oefenvelden liggen. Eigenlijk zijn er 12 aan de tafel van hun sponsor, zeg maar. Die hen heeft uitgenodigd. Hiervoor Joris Ide. Zegt hij dan nog iets? Ja. Een van die deugnieten die ons belet van in Blankenberg te bouwen. Blankenberg Steenweg te bouwen. Omdat hij een stuk grond heeft. En hij wil dat niet lossen. Maar het is niet meer deze Joris Ide. Het is zijn firma. Die in andere handen is, maar die naam blijft nog altijd bestaan. Dat gebeurt dan meer met firma's. Ze verkopen die firma, maar de naam wordt behouden van de naam bekendheid. Maar goed, dus je wordt hier uitgenodigd om hier een maaltijd, een luxueuze maaltijd, echt schitterend. En die 156 rugzakken, die hoeven daar niks voor te betalen. Ja,
Ze krijgen het aperitief, de maaltijd, ze mogen naar de match kijken, allemaal gaan. Dat is betalend. Dus plaats voor een kleine 500 man. Maar dat is 160 gelukkig. Ook dit is helemaal mee vernieuwd samen met de restwaarde. Niet de 70's. En dit is vroeger, de lastig krijgt helemaal op hoogvlekken. Het gaat helemaal beschermd tegen weer en ontdekking. Maar men heeft gezegd, nee, dit wordt halverwege stoppen. Ja, maar wat we moeten de mas kunnen beleven. Maar je ziet heel veel mensen juichen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En je ziet er dus ook al mensen opspringen. En ze hoeven niet koud te hebben, er zijn er verwarmertjes. Zoals we op de cafetaria in de stad ook ziet in de winter. Kunt u daar iets van eten en je hebt het toch warm. Stoeltjes geplaatst. Zitjes. Er was in 85. Als mensen kunnen zitten, dan zijn ze weer rustig. Het is weer rustig. Het is weer rustig waar jullie zitten. Oh, quiet. Onze klokken waren dringend. Ja. Allemaal rustig. Goed. Maar, dat had ook zijn gevolgen. Wanneer je namelijk stoeltjes hebt, dan kunnen tot veel minder mensen in het stadion. Maar ik denk dat elk stoeltje een klein beetje minder. En staat al die kleine ruimtes maar op. In plaats van 32.000, nog 23.000 ongeveer. En dus meer bouwen. Van toen kwam euro 2000, voor een feest andere dan niet. Georganiseerd door Nederland en België samen. Vier steden Nederland, vier steden België. Brugge was kandidaat. En Brugge... Kom, ze zijn weg. Hier zal het wel lukken. Dus het zal niet elke dag gebeuren. Wil je er ook bij zitten, dan kan ik ook raken, nee. Is dat veel? Dat is heel veel.
Dat is heel veel. Ze kunnen niet aanraken, maar 34 of 33, ik weet het al niet meer. Ze kunnen niet aan. Maar we zijn naar Vlaanderen. En naar Vlaanderen is het meeste ploeg in de eerste klasse, maar heel België. Wij moeten alle commerciële activiteiten, alle spelersgroepen, moeten allemaal delen met die zes ploeg. Dus we zijn 3, 4 met die 15. Op de derde klas komt u. Deze week. Ja. Mijn schoen is van Diaby. Met die schoen heeft hij twee geschoten in de andere. Dat zijn drie halve schoenen. We hebben drie jaar aan elkaar de halve schoenen. Eerst met die cirkel, dan met Vormen en nu met Hans van Haken. En dan is de kopie. Voor de inhoud van het gebouw is het centrale plein. Daar komt het niet binnen. Het zijn een paar momenten. Zoals wat we hebben. We hebben één keer een enkele vergaderplaats en daar komen we. Bloemen, sjaals, ruik, de tekening van dit. In dit auditorium kunnen we tactische besprekingen, de kleine of grote groepen houden, de audiovisuele ondersteuning. In de centrale plaats in geeft de rekening met de hier kan je zien, hè. Die 23 af. Dat is 1, 2, 4 jaar geleden waren we ook kampioen. Tegen Anderlecht, weet je nog? Weet je nog hoeveel het was? 4-0. En de eerste twee doelpunten waren gescoord door Diaby. Die had een nummer 23, zeg. Nee, maar hij scoorde zijn eerste doelpunt in de 23ste minuut. Iedereen was al volop aan het applaudisseren voor François. En plots had weer nog veel luider om te scoren. Het was al mega tof, maar mijn schatje denk ik ook op komst is. Schatje! Hier ben ik. Hoe vond jij het? Ik vond het mega tof. Oké, wij gaan hier vanuit het Jan Breydelstadion Zon, Zee en Strand afsluiten. Tot de volgende! Tot de volgende!